Welkom. We gaan het vandaag hebben over cystic fibrosis. En waarom precies deze ziekte? Nou, met de kennis die we nu hebben over translatie, transcriptie, kunnen we deze ziekte verklaren. Want bij cystic fibrosis gaat het maar mis op één gen. Mensen die last hebben van cystic fibrosis, die hebben last van hun spijsverteringsstelsel. Vertering gaat erg slecht, missen ook een hongergevoel, dus lastig om te eten. Krijgen vaak vloeibare voeding via een zonde, via een neus in een maag of zelfs nog in een darmen toegeleverd. Problemen met hun longfunctie gaat heel snel achteruit. Moeten veel hoesten door taai slijm, wat zich daar ophoopt. En dat taaie slijm dat zorgt voor bacteriële infecties in met name hun longen. Longfunctie gaat erg hard achteruit in de ernstige gevallen. En dat betekent dat de levensverwachting over het algemeen niet veel meer is dan 30, 35 jaar. Een zeer serieuze ziekte en we kunnen hem niet oplossen. We kunnen de symptomen een beetje binnen de perken houden. We kunnen hem niet oplossen. Want het is een genetische aandoening. En we mogen niet sleutelen met het genoom van de mens. Voordat we kunnen kijken wat er nou precies aan de hand is met dat CF, moeten we eerst even weten wat is nou precies slijm. Nou, in slijm zit, wat zo in je mond zit en wat je doorslikt, wat in je longen gemaakt wordt, zit veel water. Dat is een inkoppertje. Voor de rest zit er iets van een gelatine-achtige lange koolstofketenstructuur in, om te zorgen dat die watermoleculen, dat het wat stroperiger wordt. Dan water. En om te zorgen dat water daar blijft en dus geen last heeft van osmotische werking van de cellen, want de cellen daar zitten natuurlijk 0,9% opgeloste stoffen in, moeten we zorgen dat het water daar blijft en hebben we dus zouten nodig. Nou, die zouten, dat is met name chloride. Ja, chloride, ionen, zorgen ervoor dat de osmotische waarde van slijm hoog genoeg is om te zorgen dat het water daar blijft. Ik heb hier twee cellen getekend, of eigenlijk drie. Dit is mijn gezonde cel. Mijn gezonde cel heeft een eiwit in zijn celmembraan. Velen natuurlijk, ik heb er maar één getekend. En wat doet hij? Die transporteert chloride van binnen de cel naar buiten de cel. Dat een soort rat heb ik aangetekend. Daarmee wil ik aangeven dat het een pomp is en geen poort of kanaal. Het is een pomp, het kost dus energie om die chloride-ionen naar buiten te transporteren. Maar je ziet dan wel dat de concentratie chloride hier hoger is dan daar. En dus krijgen we beweging van water, de osmose, van binnen de cel naar buiten de cel. En houden we hier dus water, gelatine en zouten. En dus hebben we geen taai slijm, maar gewoon lekker soepel slijm. Wat makkelijk door te slikken is. Waardoor trilhaar, epithel in je longen makkelijk omhoog te werken is. Zodat alle bacteriën die daarin zitten meekomen en die doorgeslikt worden je maag in. We kunnen twee oplossingen of twee situaties hebben bij de mensen die CF hebben. Als we goed kijken, kunnen we bij sommige gevallen zien dat daar wel pompen in hun membraan zitten, maar die pompen werken niet. En zonder werkende pompen is er dus geen chloride die gepompt wordt van binnen de cel naar buiten de cel. En zonder chloridepompen heb je dus daar een te lage osmotische waarde. En is hier te weinig water, want dat water dat gaat natuurlijk niet naar dat slijm toe, dat blijft gewoon lekker in die cel zitten. Door de osmotische werking van die chloride-ionen die binnen in de cel blijven. Dus je hebt hier weinig water en heb je taai slijm. Nou, die pompen kunnen er ook gewoon niet zijn, als het gen helemaal niet werkt. Over het algemeen blijkt zo te zijn dat in 70% van de gevallen, of misschien wel 80%, hebben die pompen, die zitten wel in het membraan van de patiënten van CF, maar ze werken gewoon niet. Nu weet je misschien dat CF, dat het recessief overerft. Dus je kan drager zijn zonder dat je het in de gaten hebt. En dat is nu, met de informatie die we nu hebben, ook heel goed te verklaren. Want als je drager bent, dan heb je dus gezonde pompen en je hebt niet functionerende pompen. En kennelijk is de capaciteit van die pompen toch groot genoeg om toch die chloride-ionen naar buiten te pompen. En dus gewoon normaal slijm te hebben. En dus is er niets aan de hand. Tenminste, voor jezelf niet. Voor je nageslacht kan het natuurlijk wel zo zijn als jouw partner ook een drager is. Want dan heb je twee keer, ben je drager van het recessieve, dus dit kapotte eiwit wat gemaakt wordt. En dat kapotte eiwit, als dat dan dus alleen maar in die membraan zit, dan ben je het haasje. Dus, recessieve overerf.
werving is nu goed te verklaren. Ja. Helemaal lang geleden in 4VWO heb je dat gehad, bij genetica, is nu goed te verklaren met de kennis die je hebt, ja, over hoe dat DNA codeert voor eiwitten en wat daarmee gedaan wordt met die eiwitten en hoe het wordt ingebouwd in dat membraan. Misschien vraag je nog af, ja, maar wat doen die bacteriën hier nou precies? Nou, die bacteriële infectie, die lopen mensen met CF op, omdat dat slijm, dat wordt voortdurend van je longen, wat ik al net zei, met trilhaarepiteel, wordt dat zo naar boven gewerkt, slik je door en het komt in je maag terecht. Maar dat is te taai, dat blijft in je longen zitten en dat gaat nergens heen. En dus bacteriën die je inademt, die kunnen daar welig tieren. En dat zorgt dus voor bacteriële infecties en snel achteruitgaande longfunctie. Dit was heel snel cystic fibrosis. Ik vind het een erg interessante ziekte, omdat het met relatief weinig vakinhoud zo goed te begrijpen is. En ik hoop dat je met name dat je de koppeling tussen wat we tot nu toe gehad hebben over dat DNA, dat je dat nu terugvindt in wat er in die cel gebeurt. En dat je dus dat genetica hoofdstuk wat je ooit gehad hebt in de vierde, dat je dat nu kan koppelen aan wat je weet van DNA. En wie weet kan je dit nou ook toepassen in meer situaties dan alleen CF. In veel andere situaties, bijvoorbeeld pigment in je huid, wat je wel of niet hebt. En dat kan je misschien vergelijken met je ouders. En zo kan je ook bloedgroepen kan je nu beter verklaren. Uiteindelijk zijn het allemaal eiwitten die in je membraan zitten. Dit, hè, een transmembraan eiwit wat door je hele membraan heen moet zitten. Maar nou ben ik aan het afdwalen, dus cystic fibrosis, kijk er nog eens naar. En ja, veel succes met DNA en eiwitsynthese.